Daily Minutes nummer 1448. Ik hoop dat die nummers nog kloppen. Ik zal binnenkort eens een keer kijken of ik inderdaad nog op het goede spoor zit. En het is met een uitzending voor vandaag, 23 oktober 2018. Dus het bulletin van dinsdag. Ik heb vandaag nog geen data, een beetje weinig tijd. En kijk wel of dat de komende tijd weer gaat lukken. Maar in elk geval is er morgen wel weer data bij Slow Scan Radio. Ongebruikelijk veel foto's morgen ook. Dus ik heb een paar van PD50 bij zitten. En dan gaat het aantal rap omhoog. Ik hoop dat ik vandaag op tijd ben met de uitzending, want er was een kwestietje met PI3XTV om 17:15. Een raar probleem dat als je via Echolink vanaf de repeater van Kampen zond, de verbinding met PI3XTV verbroken werd. Het probleem is opgelost, dus dat was de moeite waard om even tijd aan te besteden. Ik heb vandaag het tweede deel over de twee bijzondere eilandjes Diomedes en een deel uit de serie over zelfbouw, waar ik bijna aan het eind van de serie ben aangeland. Dat wil zeggen de afleveringen tot nu toe. Ik weet niet of ik daar nieuwe van kan maken, maar dan ga ik nog eens even kijken. Ik ben denk ik sowieso deze week te druk om een nieuwe serie te beginnen. Het is een beetje heftig deze week. Dus ik kijk wel even hoe ik dat over een paar dagen oplos als ik door de afleveringen heen ben. Ik kondig tegelijk ook een nieuw initiatief aan, waarvan ik vanavond of morgen of wellicht, nou ik denk iets later, de eerste aflevering publiceer onder de naam Daily Minutes New Stuff. Het betreft een videobijdrage waarin ik geregeld nieuwe amateurproducten of producten die voor amateurs interessant zijn laat zien. Het product waarvoor ik vandaag al het videomateriaal heb geschoten is pas enkele dagen geleden op de markt gekomen. Ik kondig nu meteen maar aan ook dat vanavond de D-Star-ronde is, op dinsdag hè, vanaf 8:30, te beluisteren via pd4fmj.nl. Want het aankondigen op deze plek is met monteren zo meteen van de uitzending een stuk sneller. Dit is deel 21 van de serie over zelfbouw. In deel 20 hebben we het vooral gehad over hoogte en over brandveiligheid. Dit keer begin ik met sluipende gevaren. Bijvoorbeeld het lood dat er in ouderwets soldeert in zit, we hebben het daar al eerder over gehad, dat is niet goed voor je gezondheid. Lood heeft, zoals de meeste zware metalen, de neiging om zich in het lichaam op te slaan. Tot aan een bepaalde waarde heb je daar weinig last van, maar boven een bepaalde grens kun je daar ineens zeer vervelende gezondheidsproblemen door krijgen. Lood is daarbij nog extra gevaarlijk voor kinderen. Gevaren zitten niet altijd daar waar je ze verwacht. Solderen kan bijvoorbeeld ook acute loodvergiftiging veroorzaken. Zo ken ik het voorbeeld van iemand die op een bepaald moment alleen een Amerikaanse soldeerbout voor 110 volt bij de hand had. Zo'n ouderwetse zonder thermostaat. Hij wilde op zijn aandacht even snel een draadje ergens aan solderen. Nadat hij klaar was haalde hij de stekker weer uit het stopcontact om te voorkomen dat de bout te warm zou worden vanwege die 110 volt. Meteen daarna voelde hij zich ineens niet lekker, iets wat in rap tempo erger werd. Hij zag vervolgens dat hij niet de stekker van de soldeerbout eruit getrokken had, maar die van het koffiezetapparaat die er sprekend op leek. De soldeerbout zelf die was gloeiend heet. Zijn gezondheid ging vervolgens zo snel achteruit dat zijn vrouw hem met spoed naar de eerste hulp van het ziekenhuis bracht. Daar werd hij direct op de intensive care opgenomen en na de omstandigheden van wat er gebeurd was te hebben verteld, was de conclusie al snel dat hij acute loodvergiftiging had opgelopen. Door de te hoge temperatuur van de soldeerbout was een klein deel van het lood in de soldeertin in de vorm van damp vrijgekomen en door het in te ademen had hij een levensgevaarlijke hoeveelheid daarvan in zijn lichaam gekregen. Hij moest vervolgens nog een week in het ziekenhuis blijven waarbij hij diverse behandelingen onderging om te voorkomen dat het binnengekregen lood ook in zijn lichaam zou blijven. Hij moest daarna ook nog diverse malen in het ziekenhuis terugkomen. Ik bedoel maar. Er zijn meer gevaarlijke stoffen in de check. Sommige onderdelen, vaak transistoren en buizen en oude TL-verlichting bevatten het gevaarlijke berylliumoxide. Dat is een zeer harde stof, maar als het breekt of als je eraan feilt, kunnen er levensgevaarlijke deeltjes vrijkomen die bij inademing langdurige ziekte en overlijden kunnen veroorzaken. Ook in spuitbussen, verf of in lijm zitten in beperkte mate gevaarlijke stoffen. Als je de gebruiksaanwijzing volgt en de materialen niet gebruikt voor toepassingen waarvoor ze niet gebruikt zijn, dan kun je daarmee buiten de gevarenzone blijven. Maar ik zal altijd op mijn hoede zijn. Er zijn nog meer sluipende gevaren. Een verkeerde zithouding kan bijvoorbeeld rugklachten veroorzaken. Daar heb je niet alleen thuis, maar ook op je werk last van. Dit is zeker geen grap dus. En als je heel veel zit te solderen of achter de computer zit, denk dan eens na of bijvoorbeeld de stoel die je daarbij dus gebruikt wel geschikt is. Als je veelvuldig snel achter elkaar dezelfde beweging uitvoert, bijvoorbeeld bij het seinen van morsen of bij het solderen van elektronica, dan ligt ook RSI op de loer, een muisarm. Dit kun je vrij eenvoudig voorkomen. Een belangrijke factor hierbij is de temperatuur van de ruimte waarin je werkt. Hoe kouder, hoe eerder je RSI oploopt. Wat ook goed werkt is om de 10 of 20 minuten even opstaan en 30 seconden of een minuut pauze houden.
Vooral het al te fanatiek en gespannen werken lijkt een bepalende factor bij het ontstaan van RSI te zijn. Een zorg die door verschillende mensen van zowel binnen als buiten onze hobby vaak verschillend wordt ervaren, zijn de al dan niet gevaarlijke eigenschappen van het middelpunt van onze hobby, de hoogfrequentgolven zelf. Er zijn mensen die aangeven dat ze overgevoelig zijn voor radiogolven. Bij dat soort dingen kan logisch nadenken vaak wel een stuk helpen, hoewel bij straling misschien niet duidelijk kan zijn dat de oorzaak van iemands ellende bij die radiostraling ligt. Mensen staan al zeker 100 jaar lang bloot aan hoogfrequentgolven van de meest uiteenlopende sterktes. Voor de een is die belasting groter dan voor de andere, bijvoorbeeld vanwege beroep of wanneer je zendamateur bent. Echter, straling komt wel meer en meer voor, sowieso. Zodat, als er een miniem gevaar is, het puur door die aantallen wel een keer aan de oppervlakte zou moeten komen. Niettemin hebben wetenschappers nog steeds niet kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen straling en gezondheidsgevaren. Ook niet door bijvoorbeeld statistisch onderzoek te doen. Er zijn bijvoorbeeld betrouwbare statistische gegevens bekend over de gezondheid van mensen in de eerste helft van de jaren 90, toen er nog nauwelijks mobiele telefoons waren. Aan de hand van die gegevens en vergelijking met dezelfde gegevens, maar dan verzameld nadat het gebruik van mobieltjes zo normaal is geworden als dit tegenwoordig nog is, kun je hoe dan ook niet vaststellen dat bepaalde ziektebeelden nu, met die honderden miljoenen mobiele telefoons en al die opstelpunten, vaker voorkomen dan daarvoor. Bij fysiotherapeuten, dat voorbeeld gebruik ik wel vaker, wordt wereldwijd al sinds kort na de Tweede Wereldoorlog een therapievorm gegeven met diathermie. Dat is een behandelwijze die met name ook bij sporters populair is, met name ook bij topsporters. Hierbij wordt met hoogfrequent energie het spierweefsel, vaak in de bovenbenen, van binnenuit opgewarmd. Gewoonlijk wordt daarbij 27 MHz gebruikt, of tegenwoordig een ISM-frequentie rond 800 MHz of 2400 MHz. Het meest gebruikte hoogfrequent vermogen daarbij is tussen de 600 en de 1200 watt. Dit vermogen wordt met zogenaamde pads onverzwakt op het spierweefsel losgelaten. Deze opmerkelijke behandelwijze, die bij veel fysiotherapeuten wereldwijd wordt gegeven, wordt overal als volstrekt veilig beschouwd. Het gaat hier dus om hele andere zendvermogens dan bijvoorbeeld bij mobiele telefoons of bij wifi-routers. Het moet dus, als het er is, een uiterst zeldzaam fenomeen zijn en de gevaren zijn waarschijnlijk beperkt. Iets wat je niet kent is echter eerder beangstigend dan iets waarmee je vertrouwd bent. Het aantal slachtoffers van dit soort straling moet zonder enige twijfel vrij klein zijn. Veel kleiner in elk geval dan de 650 verkeersdoden en enkele tienduizenden gewonden die er jaarlijks vallen bij ongelukken in het verkeer. Kleine Diomede en Grote Diomede, deel 2. De zeestraat tussen de beide eilanden is geregeld in de winter bevroren. Naar verluidt gaan de inwoners van Kleine Diomede dan wel eens jagen op Grote Diomede. Een grensoverschrijding die door de Russische autoriteiten nog altijd niet op prijs wordt gesteld. Grote Diomede ligt zo'n 46 kilometer verwijderd van het meest oostelijke deel van het vasteland van Siberië. Kleine Diomede ligt op ongeveer 25 kilometer verwijderd van het vasteland van de Amerikaanse staat Alaska. Beide vastelanden liggen op het smalste punt van de Beringstraat zo'n 53 kilometer uit elkaar. Ik heb al veel over de beide eilandjes gelezen en gezien. Michael Palin, geen familie van de toenmalige gouverneur van Alaska met dezelfde achternaam, die begon er ooit een van zijn series reisprogramma's. En ook Boudewijn Buug besteedde aandacht aan de eilandjes in zijn reisprogramma op televisie. Een paar maanden geleden, toen ik dit schreef, was in het tv-programma Alaska State Troopers over het politiekorps van Alaska een aflevering te zien die over Kleine Diomede ging. Een politieagent is er niet permanent gestationeerd, maar komt er eens in de zoveel dagen per helikopter. Deze agent wilde in de betreffende aflevering een van de inwoners arresteren en werd daarvoor in de winterperiode een dagje op het eiland afgezet. Ze vertelde dat mensen het eilandje natuurlijk als hun broekzak kenden en dat ze als buitenstaander iemand die niet gevonden wilde worden alleen met de grootste moeite kon vinden. De man die die dag als arrestant met de helikopter mee moest bleek echter gewoon thuis te zijn en ging zonder problemen mee. 3, 2, 1. I'm not a ham radio operator, but I play one on commercials. And I can tell you that amateur radio is fun. Emergency communications, satellites, data, voice. I want to be a ham. You can become a ham after we finish this commercial. Now go to the part about technology. With amateur radio, you can experiment and try new... Hey, they have some really interesting stuff here. Please do the commercial. Okay, women can be hams too, you know. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan. En microfoon naar retour.